In gesprek met Karin Bosveld, dankjewel voor je komst. Jij bent Soul Purpose Coach, onder andere. Ja. Dat is een hele mond vol. Mm. Gaan we het zo over hebben. Je hebt ook een aantal boeken uitgebracht. Waaronder het boek Meer Rust in je Hoofd. Ik weet zeker als ik dat als titel geef aan dit gesprek, dat iedereen er massaal op gaat klikken, want dit willen we. Mm. Hoe krijg ik meer rust in mijn hoofd? Wil je dat ik het je vertel? Ja. wat de meeste mensen ervaren, als het niet rustig is in hun hoofd, is dat het hoofd vol gedachten zit. En dat is een beetje de standaardinstelling van ons brein, zeg maar, dat denken. Ja, de fabrieksinstellingen als het ware van je brein zijn aldoor maar met gedachten komen, aldoor maar verhalen maken. En dat kan heel makkelijk verworden tot piekeren. Hè? Naarmate we meer druk in ons leven ervaren, wordt dat denken sneller piekeren. Mm-hmm. En dan is er dus geen rust in je hoofd. En wat je kunt leren is om dat denken een tandje lager te zetten. En dat heeft alles te maken met aandacht. Dus in de gaten hebben dat je geest dat doet. En leren dat je je aandacht anders kunt richten, waardoor het daar vanzelf wat rustiger wordt. En wat ook enorm helpt, is in de gaten krijgen dat gedachten niet per se waar zijn. Dus dat je ze wat minder gewicht ook geeft. Ja, want we zijn geneigd alles te geloven wat dat ding verzint. Juist, ja. En ik heb dat bij mezelf wel eens omschreven als, ja, dan ben ik bovenmatig intelligent. Hè. Heeft het iets met intelligentie te maken? Of heeft iedereen met een IQ van 50, 100, 150, heeft iedereen hier evenveel last van? Ik durf dan eerlijk gezegd geen uitspraak over te doen. Het is wel zo dat ik geef mindfulness trainingen en dat er wel bovengemiddeld veel hoger opgeleiden naar die training komen. Is dit een soort spier die heel erg getraind kan zijn? Je was zelf ook vrij mentaal, hè, mm-hmm. De eerste 20 jaar van je leven. Ja. Is dit een ding wat getraind wordt? Ik denk wel, op school worden we ook heel erg toe aangezet om te denken. Ja. Hè? Om het denken heel erg op een voetstuk te plaatsen. Ja. Dus ja, ik zou me voor kunnen stellen dat naarmate je hoger opgeleid bent, je ook meer aangezet wordt tot denken en het denken bloedserieus te nemen. En dan vervolgens kom je in een baan terecht. Weet je, het zijn vaak kenniswerkers, hè, zoals dat dan wordt genoemd. Er wordt ook voortdurend aanspraak gemaakt op dat deel van je. Dus het zou maar zo kunnen, hoor, dat het zo werkt. En dat als je wat meer fysieke arbeid verricht of creatieve arbeid, hè, dat je wat makkelijker uit dat hoofd komt. Omdat je gewoon heel, heel fysiek met je zintuigen bezig bent. Ik moet denken aan zo'n boertje die de hele dag lekker op het land aan het werken is. Ja. En met de kippen en met de koeien. En ja, zit hij heel veel met zijn aandacht bij, goh, als maar morgen die belastingaangifte meevalt. Ja, je weet het niet. Dat zou kunnen, maar ik kan me zo voorstellen dat als je landarbeider bent, ja, hoewel dat natuurlijk, daar heb ik een romantisch idee van wat al lang niet meer klopt, dat beroep is ook heel erg veranderd, maar als je zo meer met de elementen bezig bent en met dieren enzovoort en gewassen, dat vraagt gewoon ook je aandacht, weet je wel? Ik denk dat je ook helemaal niet kan permitteren om in je hoofd alleen maar met je belasting bezig te zijn. Ja. Helpt het ook al, ja, het is allemaal van die clichés, maar om het bos in te gaan? En hoe komt het dat dan toch zo helpt? Ja. Door onder de bomen, in de natuur. Het is gek, hè, wat voor een effect dat vaak heeft. Ja. Nou, het helpt niet per definitie, want je zal mensen de kost moeten geven die kans zien om tijdens een boswandeling volstrekt afwezig te zijn. Hè? Helemaal niet in dat bos, met hun hoofd althans. Of met een telefoontje. Dus ik zou sowieso zeggen, neem je telefoon niet mee het bos in. Maar als je de natuur ingaat en echt je zintuigen openzet, hè, dus dan, je wordt wel door de natuur, zeg maar, uitgenodigd tot zintuiglijke waarneming. Op het moment dat je heel erg één bent met je zintuiglijke ervaring, wordt het hier stil. Dat is een wet. Het is ook al als we lekker thee drinken of zo. Ja. Hè? Ja, hoe dan ook. Het is echt ook een super tip voor mensen die veel last hebben van angst bijvoorbeeld. Of paniekachtige dingen. Is om iets heel zintuigelijks te gaan doen. Al is het maar bijvoorbeeld kijken hoeveel rode voorwerpen je om je heen kan zien. Weet je. Maar dan wordt het hier onmiddellijk rustiger. Dus die aandacht, dat is wat je ook leert, denk ik, bij mindfulness. Of de mensen leert je. Aandacht kun je verplaatsen van
het denken naar een object. Ja, naar waarneming. Of ja, waarneming op wat voor manier dan ook. Ja. Dat is ook waarom een film vaak zo lekker is om in te verdwijnen. Hè? Of een mooi schilderij. Of jij geeft die trainingen nog steeds. Ja. Even om al meteen wat reclame te maken. Komend weekend de stadsretraite in Breda. Ja. Het klinkt heel leuk. Wat gaan we daar doen? Nou, dat is eigenlijk 3 dagen lang meditatieve oefeningen. Ontleend aan de mindfulness training inderdaad. Dus dat kan gewoon een zitmeditatie zijn. Maar dat kan ook een loopmeditatie zijn. Of yoga. Maar in elk geval 3 dagen van 10:00 tot 4:00 zijn we in stilte. Dat wil zeggen, ik ben niet stil, want ik begeleid de oefening. Maar de deelnemers zijn in stilte. En worden steeds in elke oefening op elk moment, ook tijdens de lunch en tijdens de koffie en de thee, uitgenodigd om heel erg aanwezig te zijn bij de ervaring. En dus je krijgt dan de kans om meer naar binnen te keren. Hè? Even echt je eigen binnenwereld te begroeten en te ervaren. En dat is heel weldadig. Heel weldadig. Het is... Ja, ik heb het afgelopen oud en nieuw gedaan voor het eerst. Althans, voor het eerst zelf begeleid. En wat ik merkte was dat mensen het gevoel gaf alsof ze op vakantie waren geweest. Mm-hmm. Zo sterk werkt dat. Ja. Ja. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, een uur mediteren staat gelijk aan 4 of 5 uur slaap. Ja. De kracht die je daarvan van kan krijgen. Ja. En is het nou zo, als je veel praat, ben je dan ook automatisch een piekeraar? Kunnen wij de mensen die dat hebben, maar is dat gewoon een vertaling van de binnenwereld? Goeie vraag. Ik weet niet of dat 1-op-1 waar is, eerlijk gezegd. Ik ben zelf helemaal niet zo'n enorme prater, al lijkt dat misschien nu anders, maar het is ook omdat ik er door jou toe uit word genodigd. Ja. Maar ik ben helemaal niet zo'n kletserd. En ik ben in het verleden wel een enorme piekeraar geweest. Je krijgt zelfs migraine daardoor. Ja. Dat letterlijk een zwaar hoofd las ik op de website. Ja. Ik ben als kind en als jongvolwassene ook nog een enorme migrainepatiënt geweest. Klopt, ja. En waar piekerde je dan zo over? Ja, dat zou ik eigenlijk niet meer weten over alles en nog wat. Maar ik was een enorm gespannen kind. Ik trok me heel veel dingen heel erg aan. Ik voelde me heel verantwoordelijk. En ik heb ook een introverte natuur, dus sowieso. Hè, dus ik ga zeg maar van binnen naar buiten. Alles wat ik observeer, dat gaat eerst naar binnen. En voordat ik met een reactie naar buiten kom. En dus ik had, denk ik, een vrij complexe binnenwereld, zeg maar. Terwijl ik het stempel kreeg verlegen te zijn. En daarbij ook een beetje het gevoel van, en dat is niet de bedoeling. Dus je zou extraverter moeten zijn. Je zou aanweziger moeten zijn. Dus er was een soort continu gevecht. Van dat ik zo niet moest zijn. Dat ik anders moest proberen te zijn. En dat leverde allemaal heel veel spanning op. Ja. Je werd eigenlijk dus niet gezien voor wie je werkelijk was. Of niet geaccepteerd misschien? Nee, ja, ik denk dat dat heel, heel vaak gebeurt hoor, met kinderen. Dat ouders het heel lastig vinden om, en zeker in de periode waarin ik opgroeide, daar is waarschijnlijk het een en ander wel in veranderd. Maar ja, dat er toch ook een idee was van, ouders willen graag dat kinderen assertief zijn. Hè, voor zichzelf opkomen en hun mannetje staan enzovoorts. En als een kind dan zo op het oog wat verlegen of wat kwetsbaar, timide, noem het maar op is. Dan mijn ouders wilden ongetwijfeld het beste voor mij, maar liepen daarmee voorbij aan mijn aard en mijn behoeftes. Ja. Ja, met de beste bedoelingen. Maar en als je dan ook nog zo naar binnen gekeerd bent, dan gaat dat allemaal in dat hoofdje als een gek tekeer. Ja. Op je 24ste is jouw moeder overleden. Jonge leeftijd al. Was dat de beroemde crisis voor jou, waar veel mensen het over hebben die op een gegeven moment op het spirituele pad terecht zijn gekomen? Ja. Want hoe is dat om zo jong je moeder te verliezen? Heel erg, maar ook eng? Of? Nou ja, het was sowieso zo onverwacht. Want ze was niet ziek? Nou,
Ze was wel ziek, maar ik wist niet beter dan dat ze ziek was. Er was altijd wat met haar. Ze had een zwakke gezondheid. Dus ze was altijd aan het dokteren. En wij kwamen uit een familie waar mijn opa's kant heel veel kennis was over homeopathie. Dus de gesprekken gingen ook altijd over homeopathische middelen en ziektes. En mijn moeder slikte altijd van alles. En dan werd mijn opa weer gebeld. En ik was natuurlijk, ja, op jonge leeftijd heb je dat allemaal niet zo door. En dat er misschien wel iets ergs aan de hand zou kunnen zijn. Het is nooit tot mij doorgedrongen dat er misschien wel eens iets ergs met haar aan de hand kon zijn. En dat heeft ze denk ik zelf ook niet beseft. Dus zij had bijvoorbeeld een veel te hoog cholesterolgehalte. Maar goed, dat hebben heel veel mensen. En sommigen worden daar heel oud mee. Maar zij heeft op een kwaaie dag een herseninfarct gehad. En is zomaar dood neergevallen. Hm. En ik was inderdaad 24. En niemand zag dat aankomen. Want niemand had het idee dat zij een ziek mens was. Ja. En je vader? Mijn vader was op dat moment... Mijn moeder was 45, mijn vader 53. Ja, die was natuurlijk totaal... Ja, we waren allemaal totaal van de kaart. Weet je? Ja. Dat is echt zo'n donderslag die je leven helemaal door elkaar schudt. En nou ja, goed, hè, bij mij was het dit en bij iemand anders is het iets anders. Raak je baan kwijt of weet ik veel wat. Maar dat zijn momenten waarop je in één keer erachter komt van... Alles wat ik voor gewoon hield of alles wat ik geloofde over het leven, dat klopt nou niet meer. En dan, er zijn verschillende reacties mogelijk. Maar bij mij was een van de gevolgen dat ik heel erg op zoek ging naar antwoorden. En heb je die gekregen? Ja, op een bepaalde manier wel. Is het te verklaren dat iemand doodgaat en... Ja, heeft het een nut? Dat zouden mijn vragen zijn. Waarom in godsnaam? Ja, ik weet niet of ik die waarom vraag zo lang gesteld heb. Ik geloof het niet, eerlijk gezegd. Ik had wel heel erg de vraag van... Ja, ik kan me nog herinneren dat ik bij haar lichaam stond in het mortuarium. En dacht van ja, dit is het lichaam wat ik ken, maar... Ze is er niet meer. Mm-hmm. Waar is ze dan? Weet je wel? Zo dat kwam heel erg bij me op. Eerlijk gezegd weet ik dat nog steeds niet. Maar het grappige is dat ik dat soort vragen minder ben gaan stellen. En ik geloof... Want het grappige is, uiteindelijk ben ik bij Zen uitgekomen. Hè? Ik ben gaan mediteren en ben een beetje blijven hangen, zeg maar, bij Zen. Dat is een beetje mijn begrip van de wereld geworden. Ja. En dat gaat juist heel erg over niet weten. Ja. Het uit kunnen houden met niet weten. En ik geloof dat dat voor mij nog het meest troostrijk is geweest. Dus geen antwoorden krijgen, maar de vragen die lossen of die zijn nou ja, je mag vragen stellen en je mag een vraag laten zijn. En soms dan krijg je iets van een begrip van een antwoord. En op een ander moment dan vervliegt dat antwoord ook weer. Maar het hele idee van er zijn vragen en daar zijn vaststaande antwoorden op, dat is helemaal gaan schuiven. Oké, dus de zoektocht is wel een beetje gestopt. Nou ja, wel die zoektocht. Ja. Ja. Mijn nieuwsgierigheid is er nog steeds. Mm. En dus in die zin is er nog altijd wel een zoeken. Maar je zoekt geen antwoorden inderdaad meer. Geen definitieve antwoorden, laat ik het zo zeggen. Ja. Je bent trouwbegeleiding gaan doen. Neem ik aan, ook mede door het verlies van je moeder? Ja, ja. Ik op het moment, ik ben een tijd vrijwilliger geweest bij Humanitas. Op het moment niet. Want daar heb ik nu even geen tijd voor. En hoe kunnen we het beste omgaan met iemand die in onze nabijheid overlijdt? Je hebt het gesprek met Koen Buchter ook al gevoerd. Daar hebben jullie het ook even aangestipt. Vond ik heel interessant. Ja, dan zeggen mensen, het heeft tijd nodig. Mm. Maar gaat het werkelijk weg, ooit het gemis? Of is het, ja, wordt het... afgedekt of zo. Ik
Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Hè? En ik weet dat er allerlei boeken zijn over rouw en ook wel handleidingen. Maar het blijft volgens mij toch ook een heel individueel proces. En ook die fases in rouw en zo. Hè? Nou ja, misschien in grote lijnen dat je dat best kan onderscheiden. Maar ik denk toch dat het voor iedereen verschillend is. Mis jij je moeder nog steeds? Nou, op een bepaalde manier. Ze heeft misschien de geboorte van jouw van kinderen niet meegemaakt. Ik heb geen kinderen. Okay. Maar er zijn natuurlijk wel momenten. Maar dat is wel steeds minder geworden. Dat er wel momenten waren waarop ik haar natuurlijk miste inderdaad. Hè. Zoals bijvoorbeeld bij mijn huwelijk. Ja. En mijn zusje die is wel op een gegeven moment zwanger geraakt. En mijn zusje en ik zijn eigenlijk nog veel closer geworden na het overlijden van mijn moeder. Dus ik had tijdens haar zwangerschap heel sterk zo van, oh, ik moet extra voor haar zijn, want hè, mama is er niet. Maar als je vraagt, mis je haar nog steeds? Nee, niet zoals je je dat misschien voorstelt. Omdat ik inmiddels langer geen moeder heb dan dat ik wel een moeder heb gehad. Ja. En ik heb zoveel leven inmiddels geleefd zonder haar. Ja. Het is bijna ook een soort verre herinnering hoe het was om haar wel erbij te hebben. Ja. Want er is inmiddels heel veel geschiedenis zonder haar. Ja. Dus het went toch. En het... Voor mij is dat wel zo. Ja, dat het went. En dat ik er ook vrede mee heb. Weet je, dat er niet een soort verzet is van dat had niet mogen gebeuren. Of was ze er nog maar. Of zo. Ik heb toch veel meer van, ja, zo is het gelopen. Dit is mijn leven. Dat was haar leven. Weet je. Zo, dit is het. En daar doen we het mee. En dat is oké. Okay. Ja. We hebben het nu over je zusje, over je moeder gehad. Jij doet ook iets voor wijze vrouwen. Hè? Althans, wat is dat wat je zo aantrekt in het coachen en begeleiden van vrouwen? Ja. Is die energie totaal anders dan bij de man? Dat kan. Maar ik ben erachter gekomen dat de reden waarom ik vooral met vrouwen werk, is dat ik zie dat veel vrouwen, en dat heeft bij mezelf ook gespeeld en soms nog, vrouwen hebben vaak veel sterker dan mannen een soort Calimero-complex. Dat is onaardig gezegd, maar die kunnen heel erg aan zichzelf twijfelen en zich onnodig klein maken. We leven natuurlijk toch nog steeds, ondanks de eerste, tweede, derde feministische golf, nog steeds in een redelijk man-gedomineerde maatschappij. Hè? Natuurlijk, de kansen voor vrouwen zijn veel groter, maar de ongelijkheid is er nog steeds. En heel veel vrouwen hebben niet half in de gaten hoe ze dat zo geïnternaliseerd hebben, dat ze niet eens doorhebben dat ze zich onnodig klein maken. En er is een verschil tussen traditioneel mannelijke en traditioneel vrouwelijke eigenschappen. En elke man, elke vrouw heeft beide. Maar er ligt in onze maatschappij een nadruk en een voorkeur op mannelijke eigenschappen. Op dingen als ambitie, als gaan voor je doelen, als resultaten behalen, actiegericht zijn, naar buiten gericht zijn. En dat wordt gewaardeerd, daar wordt naar geluisterd. Dat worden de leiders. Terwijl wat ik zie, dat is misschien een mooi bruggetje zo meteen naar stress, je ziet dat mensen opgebrand raken daardoor. Omdat het uit balans is en dat meer traditioneel vrouwelijke eigenschappen als zachtheid, luisteren, zorgen, intuïtief zijn, meer met je hart dan met je hoofd leiden enzovoort, zijn nog steeds wat ondergewaardeerd. En is volgens mij precies de reden waarom de planeet helemaal out of control is. En mensen opgebrand raken. En er steeds meer stress is. En mensen op steeds jongere leeftijd omvallen. Dus ik wil heel graag vrouwen laten zien dat ze zich niet klein moeten maken. En niet denken dat ze hun mannelijke kwaliteiten moeten versterken om het te maken in het leven. Maar dat ze juist moeten omarmen dat zij van nature al uitgerust zijn met, ja, die meer vrouwelijke kwaliteiten. En dat ze in plaats van zich daar wat voor te schamen, daar voluit mee moeten leiden. Ja.
Kun je een voorbeeld noemen van iemand misschien in de politiek of in de media, een vrouw die dat goed in balans heeft of zo? Iemand die jij... Ja, het is een beetje cliché, maar ik vind dat iemand als Oprah dat mooi laat zien. Ja. Die is heel stevig en die weet wat ze wil en die kan ook heel goed haar emoties laten zien. Ja. He, die geneert zich er niet voor om op tv te huilen. En dat doen niet zoveel mensen. Echt gewoon voluit laten zien van dit raakt me. En ik heb even een momentje nodig. En niemand twijfelt daarmee aan haar capaciteiten. Mm. Terwijl heel veel vrouwen denken van oh, ik moet echt niet op het werk huilen. Want dan vinden ze me zwak en dan zal ik nooit promotie kunnen maken. Dan nemen ze me niet meer serieus. Ja. Ja. Jij bent ook zenleraar. Ja. Ja, zen is volgens mij ook best wel een stevige wereld, toch? Bij zen moet ik altijd denken aan slaan met stokken en, en ga jij maar eens een uur op één been staan. Ben jij zo'n pittige tante daarin? Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. Maar het is, ja, ik weet dat zen heeft een beetje de reputatie van een vrij mannelijke aanpak. Ja. Hè? En inderdaad, ik ken dat ook wel hoor, dat we slaan met de stokken. Ik heb zelf een zenleraar gehad die dat tijdens retretes wel deed. En eigenlijk is dat slaan... is voor je rug, hè? Als je leraar het goed doet, is het bevrijdend en niet zozeer pijnlijk. Niet om jou te straffen. Nee, klopt. Nee. Het is om je spieren eventjes los te maken in feite. Maar er zijn zenleraren die heel erg houden van schreeuwen en... De plek waar ik zen onderricht had en heb, daar is de sfeer heel anders. Dat heet het de Zentrum? Zentrum in Utrecht, ja. Ja, hoe gaan we daar met elkaar om? Ja, toch wel wat compassievoller. Ja, en ik ben een beetje een... kijk, het mooie aan zen vind ik ook, zeker westerse zen. Ik ben nooit in Japan geweest, dus ik weet niet hoe het daar is. Maar hier... er is ruimte voor vele smaken. Hmm. Zoals het natuurlijk in heel veel spirituele richtingen en religies is. Want je geeft daar ook je eigen invulling aan. Ja. En ik ben bijvoorbeeld wel zenleraar, al geef ik op het moment geen les. Maar ik ben geen boeddhist. Nee. Ik heb geen gelofte afgelegd. Ook geen andere naam gekregen? Geen andere naam, nee. Nee. Niets van dat al. En ik geef er toch een beetje ook mijn eigen draai aan. En dat ik kan. Ben ook onderlegd, ja. Ik ben ook onderlegd in mindfulness en ik denk dat ik daardoor wellicht ook een iets zwaarder accent op compassie leg, op vriendelijkheid, op mildheid. En dat is per leraar verschillend. En ja, ik neem die vrijheid. Ja. En dus het is ook, je kan daar ook in kiezen. Ook als student, hè, of de leraar je aanspreekt. Je hebt bij dat centrum ook Percy Tienhoven leren kennen. Ja. Die heeft hier ook op de bank gezeten. Ja. Hele vrolijke jongen. Aha. Die ook zen beoefent. Ja. En als we dan toch aan zen, dan moeten we toch denken aan sommige schandalen die plaats hebben gevonden. Hè? Je hebt ook recent een blog geschreven. Geef nooit geld uit aan een guru. Ja. Moet ik dan aan Moji denken? Wat is er mis met gurus volgens jou? Je hebt... twee soorten goeroes, wat mij betreft. En dat zijn zelfbenoemde goeroes of door anderen benoemde goeroes. Ja. En door anderen benoemde goeroes, die willen het niet per se zijn. Die moeten wel uitkijken dat ze er niet in gaan geloven. Ja. Maar zodra je in je eigen goeroeschap gaat geloven, dan denk je dat je bijzonderder bent dan andere mensen. Dat jij iets hebt wat anderen niet hebben. Dat mensen door jou... een beter mens kunnen worden of verlicht kunnen worden of zo. Dus je gaat een beetje, je schuift een beetje op richting een soort godstatus. Ja. En ik denk dat dat kwalijke zaak is. Ik denk dat dat gevaarlijk is. En dat ook de mensen die jou volgen daar niet bij gebaat zijn. Want dan ontstaat er iets van... ongelijkheid. Jij kan gelukkiger worden of jij kan krachtiger worden door mij. Hmm. Terwijl, waar mensen volgens mij bij gebaat zijn, is dat ze in de gaten krijgen. Het zit allemaal in mij. Ik moet alleen wakker worden. Hè? En daar kan je soms iemand anders bij gebruiken die je in de spiegel laat kijken. Of die je even helpt om wat te reflecteren. Wat eye-openers voor je voeten strooit. Maar het is nooit zo dat jij die ander nodig hebt om
net zoals die ander te worden. Sowieso is het nooit de bedoeling dat jij net zoals iemand anders wordt. En wat ik in die blog beschrijf, dat is naar aanleiding van een incidentje wat me dwars zat, is dat die goeroes er vaak ook nog verschrikkelijk veel geld voor vragen. Hè? Dus die moet er vaak enorm voor sparen om dat dan even in die schaduw te mogen staan. En dan daar ontstaat iets wat ik niet fris vind. Ik hoor wel eens de uitspraak, die blijft me bij. Ga niet de postbode vereren voor de liefdesbrief die hij komt brengen. Ja, nou dat is een mooie. Dat is het eigenlijk, hè? Ja. We denken, oh, het is die postbode. Nee, het is de brief. Ja, precies. Of nog beter, wat er in die brief staat. Ja. Op jouw Twitter, ja, ik ros even door, hè. Op jouw Twitter staat een quote van Rumi vastgepind. Mm-hmm. Ben je fan van de dichter Rumi? Ja. Ja. Wat pak je daaruit op uit die gedichten? Ja, ik ben beslist geen kenner of zo, hoor. Het is niet dat ik een studie van zijn gedichten heb gemaakt, maar her en der kom ik soms quotes van hem tegen en gedichten. En ik ben me ervan bewust dat het altijd vertalingen zijn. Dus dat ik niet weet hoe het in de oorspronkelijke taal is. Maar hij heeft de gave om in woorden te pakken een wereld waar we heel lastig grip op krijgen. Hmm. De wereld tussen werelden of zo. Of de wereld die de tastbare wereld omgeeft of doorleeft. Of noem het maar op. Ja. En hoe hij daar woorden aan geeft vind ik altijd zo mooi. En ik heb vaak niet eens de behoefte om het uit te leggen. Of soms snap ik het maar half. Maar dan raakt er toch iets waarvan ik denk, oh, wat mooi gezegd. Dit wil ik een tijdje bij me houden. Kijken wat het doet. Ja, je pint het niet voor niks vast op je Twitter. Precies, ja. Geef je ook nog steeds, ben je nog steeds docent mindfulness aan de Sociale Academie in Utrecht? Ja. Is dat echt te leren, mindfulness? Of moet zeker. Of moet je daar gewoon aanleg voor hebben? Nee. Iedereen kan het al zelfs. Iedereen doet al een mindfulness. Ja. Mindful zijn is niet meer dan volledig aanwezig zijn in dit moment. Met al je aandacht. En dat kan iedereen. En sterker nog, iedereen heeft die ervaringen ook. Op een moment dat jij... ik weet niet of je een instrument bespeelt. Maar als je een gitarist bent en je bent echt helemaal lekker met je gitaar aan het frieken, dan ben je mindful. Weet je, dan is er hier weinig aan de hand en dan ben je echt helemaal in je muziek. Dat is helemaal aanwezig in het hier en nu bij dat wat je aan het doen bent. Dat is mindfulness. Maar in plaats van dat je dat overkomt af en toe, kan je ook leren dat je dat daar ook voor kan kiezen. Dus door je aandacht te richten en door in de gaten te hebben wanneer je niet mindful bent. En ook wat de effecten daarvan zijn. Want het niet mindful zijn, dat is wanneer dat hier er vandoor gaat en met je op de loop gaat. En nou ja, wanneer je in die piekerstand komt enzovoort. Toch roept heel veel in de wereld om onze aandacht. Hè? Ik ben altijd best wel mindful onder de douche. Zie ik ineens op internet dat er nu zelfs een douchegordijn is waar je je telefoon in kan schuiven of je tablet. Echt waar? Zodat je onder de douche ook nog kan zitten swipen. Ja. Zijn we wel bestand tegen alle verleidingen van de moderne maatschappij? Trekt ons dat steeds uit het moment? Ook. Ja, ik denk dat het wel... Dat wij het steeds moeilijker krijgen. Moeilijker dan generaties voor ons. Omdat die technologie zoveel aandacht opslokt. En dat brengt ons natuurlijk ook heel veel. Het is op een gegeven moment wordt het heel lastig om nog te zien dat er ook nadelen aan zitten. Omdat er zoveel voordelen aan zitten. Maar het is verslavend. Hè? Dus technologie is net zo verslavend. Dat een collega zei laatst tegen me, die had ook een documentaire bekeken of zo, dat internet technologieontwikkelaars spreken over users. Hè? De enige andere branche waarover users wordt gesproken is de drugswereld. Gebruikers. En het is net zo verslavend. Ja. Dus je wordt echt de slaaf van die technologie. Ja. En dan ben je niet meer de baas over je aandacht. Ja. En heb je daar nog een oefening voor? Leer jij je studenten, om ze maar even zo te noemen, om hun telefoon in de kluis te leggen en dan de code
te verstoppen? Nou ja, ik moet zeggen, in de training gaan we niet specifiek in op het gebruik van de telefoon. Maar de collega die ik net noemde, die wil daar een boek over gaan schrijven. Over hoe je mindful met technologie om moet gaan. En ik denk dat dat een enorm hiaat is inderdaad. Hoe doen we dat nou? Want je zou bijna, als je in de gaten hebt hoe verslavend het is en hoeveel van je aandacht het opslokt, gaan wensen dat we teruggaan naar de tijd dat we het niet hadden. Maar ja, dat is denk ik een illusie. En wat ik al zei, er zitten ook ontzettend veel voordelen aan. Maar het vraagt om heel veel bewustzijn om daar echt in te kunnen kiezen. Want al die apps en dingen, die worden erop gebouwd om je hooked te krijgen. Ja, kleurtjes, hè? Geluidjes, trillen. Ja. Ja. Dus, en ook daar weer is het op het moment dat je dat weet, dan ben je al een stapje verder. Dat je weet van, ze zijn met me aan het messen. Hè? Dus we proberen me in te zuigen. En ik wil wel degene blijven die kiest. Maar het is heel lastig. Weet je? Ja, net als met elke verslaving. We hebben het over mindfulness. Moet ik ook meteen denken aan de kracht van het nu. Mm. Heeft Eckhart Tolle nog iets voor je betekend? In de zin van, heb je zijn boeken verslonden of zijn cd's geluisterd? Of? Ja, ik heb zeker zijn boeken verslonden. En ook wel wat cd's geluisterd. Ik vind hem heel inspirerend. En hij is... Ik ben natuurlijk, wat ik je al vertelde, bij Zen beland. En ik zie heel veel overeenkomsten. Mm. Hè? Dus Eckhart Tolle die heeft een manier gevonden om zeg maar een beetje Oosterse spiritualiteit naar het heden te brengen en er zijn eigen smaak aan te geven. En dus de kracht van het nu, dat gaat over mindfulness, dat gaat over zen. En het is een andere aanvliegroute. En als persoon, wat ik aan hem waardeer, is dat hij geen goeroe is. Hè? Dat hij, voor zover ik dat kan beoordelen, heel erg zichzelf is. En gewoon een beetje die nerdy Duitser is gebleven. Ja. En dat hij zo lief giechelt tussendoor. Ja. En dat hij... dat ik het gevoel heb in elk geval dat hij heel oprecht begaan is met het welzijn van de mens. Hele lieve man. Ik heb hem ooit mogen spreken. Het staat ook op dit kanaal. Het is een en al licht. Drie letters waar Eckhart het vaak over heeft, EGO, ego, hè? Mm. En dan met name in combinatie met het pijnlichaam heeft hij het steeds over. Yeah. Hè? Zie je dat ook zo? Hebben wij een soort stemmetje in ons hoofd wat onder één hoedje speelt met een oude, kluwe, onopgeloste pijn? Ja, dat pijnlichaam is typisch een term van hem inderdaad. Maar ik geloof wel in... Ja, dat waar we mee behept zijn, is dat in onze kindertijd daar krijgen we allerlei boodschappen mee die niet per se heilzaam voor ons zijn. Hè? En dus, en misschien wel het lastigste aan mens zijn is dat je je bedrading erop gebouwd is om je in leven te houden. Dus we zijn survivors. En er is iets in onze hersenen dat maakt dat we koste wat koste willen overleven. En dat we dus heel erg opgericht zijn van hoe doe ik dat hier in deze omgeving. Dus heel erg de codes lezen van hoe moet ik me gedragen. Wat moet ik over mezelf geloven. Wat moet ik over jou geloven. Ja. Om het leven niet te laten. Ja. En dat is heel vaak bullshit informatie. Weet je wel, heel beperkt. Beperkt door degene die ons proberen op te voeden. En nou ja, door waar we op dat moment maar per ongeluk door omgeven zijn. Maar dat lichaam slaat dat allemaal op. En het onbewuste slaat dat allemaal op. En als we niet uitkijken, is dat de programmering waar we mee het leven doorgaan. En dat is denk ik een beetje wat hij met dat pijnlichaam bedoelt. En krijgen we dat ooit nog weg? En moet dat ook weg? Ja, dat mag je zelf weten. Je mag daar ook mee het leven door. En dat kan ook. Maar dan reageer je als 40-jarige nog steeds als dat jongetje van 4. Ja, klopt. Dus als je daar maar last genoeg van krijgt, dan gaan mensen op een gegeven moment, of kunnen ze in ieder geval op zoek gaan naar hoe kan ik daar anders mee omgaan. En ach, er zijn talloze wegen die naar Rome leiden natuurlijk. Hè. Je kan naar een healer gaan, je kan EFT of EMDR erop loslaten. Je hebt allerlei traumaverwerkingsdeskundigen. Maar ja, met meditatie kom je ook een heel eind. Met gaan begrijpen
hoe je eigen geest het is die je telkens weer in dat spoor wil zetten. En hoe je toch wel degelijk door je aandacht te trainen daar zelf in kan kiezen. Moet je daar gedisciplineerd voor zijn? Of kan iedere luiwammers dat? Je moet gemotiveerd zijn. Okay, ja. Discipline is een beetje... Het is een beetje... wat bijna altijd het antwoord is... Er zitten twee kanten aan. Een beetje discipline is goed en een beetje mildheid is ook goed. Want als je alleen maar gedisciplineerd gaat mediteren, weet je, dan word je een soort militair. Ja. En dan zit je daar weer mee. Weet je, dan ben je op die manier weer streng voor jezelf. Dus want heel veel mensen zijn wel gebaat met wat meer vriendelijkheid voor zichzelf. Maar een beetje motivatie kan geen kwaad. Want het is het ego, zeg maar, of de denkgeest, die wil dat niet. Die wil niet mediteren. Die wil gewoon lekker denken. Laat mij nou maar denken. Dan komen we er hier samen wel uit. Gek, hè? Het lijkt bijna een soort alien die in ons huist. Ja, we zijn het zelf. Ja, maar jij bent best wel fel op het ego, hè? Er zijn ook mensen die zeggen, ah nee, maar het ego moet je gewoon zien als een handig instrument. Het moet alleen niet achter het stuur gaan zitten. Maar ik hoorde in eerdere interviews met jou dat jij toch best wel het ego ziet als iets wat ons gewoon parten speelt. Ja, nou, ik ook weer, allebei. Ik denk dat je ook niet zonder ego kunt. Hè? De ego is gewoon handig. Als je maar begrijpt dat het niet waar is. Hè? Het is gewoon een verzameling ideeën. Verhalen. Ja. En niet per se de waarheid. Je kan ook een ander ego kiezen. Hè? Alter ego. Ja. Je kan er alle kanten mee op. Daarom is toneelspelen zo fijn. Hè? Ja. Dan ben ik ineens die schurk. Of dan ben ik ineens die lieve heer. Ja. Ja. Nee, dus ik ben geen tegenstander van het ego. Het hoeft ook niet weg of zo. Ik denk dat dat niet eens kan. Zolang je mens bent, heb je iets van een persoonlijkheid nodig. Hè? En wat ideeën en zo, allemaal handig. Maar het is niet handig om het aan het roer te zetten. En het is ook niet handig om een soort rotsvast geloof te hebben. Van, dit is wie ik ben. En dan, want weet je, dan wordt dat ook iets om te verdedigen. Om te vuren te zwaard. En dan kan je er ontzettend veel last van hebben. Ja. Dus, ja. Wat is Karen's Cottage? Dat is mijn huisje in het bos. Oké, en mogen we daar ook komen? Ja, daar mogen we komen. Ja, dat is... Ik werk daar, dus ik ontvang daar mensen die ik coach. Welk bos? Welk bos? Ja. De Kaapse Bossen bij Doorn. Tussen Leersum en Doorn. Daar geef jij dus ook bijvoorbeeld vanavond weer een training? Ik geef vanavond training in het centrum van Utrecht. Maar ik geef ook trainingen in mijn huisje aan kleinere groepjes. Want het is echt een kabouterhuisje. We blijven daar niet slapen? Een enkeling, een heel geprivilegeerd persoon, die mag gewoon blijven slapen. Ja. Oké. Intuïtie. Dat is een woord wat ik ook veel op jouw website tegenkom. Ja. Ik vind dat een lastige, want ik zeg altijd dat ik een intuïtieve interviewer ben. Maar hoe weet ik nou dat dit echt vanuit mijn intuïtie komt? Of komt dit toch uit iets wat ik gisteren gelezen heb en onthouden heb? Ja. Hoe proef je het verschil tussen denken en intuïtie? ik denk dat de intuïtie ook gevoed wordt door de kennis die je opdoet en de boodschappen die je meekrijgt. Dus het is, je slaat zo naarmate je oud wordt van alles op. En dat heb je niet de hele dag, zeg maar, op de voorgrond. Mm-hmm. Hè? Dus dat zakt ergens naar je onbewuste. En dat geldt voor kennis en dat geldt voor ervaringen. Maar intuïtief weten is vaak heel direct. Weet je, er zit niet nog een soort een gedoetje hier tussen. Dat is heel direct van dit. Dat komt in één keer boven en er is ook een soort... Kijk, want je hebt intuïtie en je hebt instinct... En instinct gaat dan meer over veilig willen zijn. Mm-hmm. Hè? Dus dat. Maar bij intuïtie is het een soort direct weten waar rust van uitgaat. Dus wat niet is van, oh, en ook meteen in actie komen, want... Weet je wat, dat is een zacht stemmetje op de achtergrond. Ja, dat kan een zacht stemmetje zijn. Soms kan die ook best wel wat harder zijn. Maar het is een soort weten wat
ja, wat heel, ja, wat ik zei, heel direct is. Ja. En is dat dan persoonlijk intuïtie of hangt dat gewoon ergens? Kunnen we daar allemaal op intappen? Of aftappen? Ja, ik kan daar heel interessant over gaan zitten praten, alsof ik dat weet. Maar ik denk, nou ja, weet je, ik, bij alles wat ik zeg, denk ik, ja, dat is ook maar hoe ik het zie of hoe ik het begrijp. Ja. Hè? Want dus dat is wel ook wat ik heel erg, wat dat betreft ben ik heel erg van de zen van, we weten het uiteindelijk niet. Ja. En waar komt iets vandaan wat je weet? Ik geloof zeker, tuurlijk, een aantal dingen weet jij omdat je ze al eerder hebt meegemaakt. Of omdat je er iets over gelezen hebt of omdat je het gezien hebt. En sommige dingen heb je gezien zonder ze echt gezien te hebben. He, dus er komen dagelijks veel meer prikkels op ons af dan we bewust waarnemen. Maar dat wil niet zeggen dat het onbewuste het niet waarneemt. Dus er kan iets opgeslagen zijn waarvan je denkt, hoe kan ik dat weten? Dat heb ik nooit bewust gezien. En toch heb je op een of andere manier die boodschap ergens gekregen. En, maar goed, dat is wat ik geloof. Ik denk dat er ook een soort veld is. We weten inmiddels door de kwantumfysica dat alles energie is, dat alles bewustzijn is en dat wij daar niet van afgescheiden zijn. Dus dat we daarop in kunnen tappen, dat vind ik niet onwaarschijnlijk. Maar om nou met grootstelligheid hier te gaan beweren van en zo werkt nou, dat zou ik niet durven. Toch gebeurt dat, hè? Ik kom zelf uit de non-dualiteit traditie en daarin wordt natuurlijk gewoon geen tweeheid steeds benoemd. Het lijkt wel alsof je nu Karen en Patrick zit. Maar in werkelijkheid is het één verschijning in het onnoembare. Ja. Ja. Heb je iets met die term non-dualiteit? Jawel, ja. Want het is het ik ben natuurlijk een beetje van de boeddhistische stroming. En daar is dat en lichtjes richting Tao. En daar is natuurlijk ook. Hè? Dus het is de wereld van de verschijnselen en de wereld van de eenheid. Dus ik heb er in die zin wel iets mee. Alleen waar ik altijd een beetje huiverig voor ben, is dat een soort van verheerlijking van de non-dualiteit. Terwijl ik denk van ja, maar we zitten hier in een dualiteit en je hebt nu een menselijke verschijning. En het is heel mooi om je daar af en toe aan te herinneren van ja, het is, die afgescheidenheid is maar een illusie. Maar ja, het is wel wat onze zintuigen ervaren. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. Anders had je dit menselijke lichaam niet. Om ook juist die dualiteit te kunnen ervaren. Dat is ook leuk. Dus ook, man, vrouw, koud, warm. Ja, precies. Ja. Dat maakt het leven ook interessant. Zat ik gisteren op te bedenken. Het begint nu weer lekker weer te worden. Denk ja, maar als het nou het hele jaar lekker weer was. Was dit ook niet meer speciaal geweest? Nou ja, dan weet je niet meer dat het lekker weer is. Want dan is het gewoon weer. Is het gewoon weer, ja. 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 Je bent ook Reiki master. Ja. Je weet echt alles over mij. Ik heb hier, als je hebt nog geen Wikipedia pagina, we zouden dit zo online kunnen zetten. Die ga je straks maken. Ja, dan kan ik zo één op één kopiëren. Bij Reiki moet ik aan handoplegging doen. Ja, ik ben eigenlijk een beetje, dit is grappig. Je vroeg straks, is er iets waar we niet over mogen? Oh, dan is het Reiki. Nou, ik praat bijna nooit over Reiki. Dat is heel grappig. Omdat ik... Ik ben echt, je zei ook, straks hadden we het over dat zoeken. Ik heb echt op mijn spirituele zoektocht van alles onderzocht. Je bent ook nieuwsgierig. Ja, dus ook Reiki. Ja. En ik was er mateloos door gefascineerd. Door dat idee van dat je gebruik kan maken van universele energie om, om te helen. En het is nog steeds zo. Ik ben er inmiddels achter van eigenlijk waar Reiki voor bedoeld is. Is om bij jezelf of iemand anders het zelfhelend vermogen te intensiveren of te stimuleren. En ergens is er iets in mij dat zegt van ja, leuk, maar laat iemand anders dat maar doen. Zo. Ja, dat heb ik nog steeds een beetje daarbij. Dus je doet het niet meer? Nou, af en toe wel. Het grappige is dat ik onlangs contact had met een collega die juist heel veel met Reiki doet. En dat ik met haar heb afgesproken om een keer samen consults uit te wisselen. Omdat ik denk van, wat is dat bij mij dat ik daar zo halfslachtig over doe? Ja. Want het is eigenlijk wel, er is eigenlijk helemaal niks geks of zweverigs aan. Dat je weet dat iedereen zelfhelend vermogen heeft. En ook, weet je, want op een andere manier doe ik het wel. Weet je, door mensen te praten of door ze oefeningen te geven, doe ik in wezen ook zoiets.
Alleen met Reiki heb ik dan dat ik dan een beetje... liefde. Ja, ja. Ja. Zijn het niet ook allemaal namen voor hetzelfde? Zen, Reiki, non-dualiteit, boeddhisme. We proberen ergens een sticker op te plakken. Ja. Ja. Ja, en weet je waar... Je kent vast ook dat verhaal van die olifant in het dorp van blinde mensen. Help me even. Dat is dat er een... Er is volgens mij een hindoeïstisch verhaal dat... In een blindendorp komt een olifant en verschillende mensen komen naar die olifant toe en nou ja, voelen zo aan die olifant en de een en dan proberen ze die olifant te beschrijven en de een zegt dat een olifant is een soort boomstam en die heeft de poot te pakken en de ander zegt nee, het is een soort slam en die heeft de staart te pakken en weer een ander zegt nee, het is een soort wapperend zeil en die heeft het oor te pakken, weet je wel. Dus, en ze hebben het allemaal over dezelfde olifant. Ja. En dat is in, volgens mij in spiritualiteit ook een beetje dat iedereen probeert over het onnoembare in feite te praten. En iedereen heeft zo zijn eigen manier om dat te conceptualiseren. En het is, vaak gaat het uiteindelijk om de olifant. Ja, om de olifant. Ja. Het gevaar bestaat natuurlijk dat je gaat denken dat jij de enige bent die het bij het gerechte eind heeft. Dat je het oor beschrijft. Ja. Ja, daar moet je voor uitkijken. Je moet altijd realiseren dat je waarschijnlijk het oor te pakken hebt. Of de staart. Ik weet nog meer van je. Je bent bijna jarig. Ah, ja. Ook. Wordt dat een hele mindful verjaardag? Of zitten we gewoon met z'n allen lekker door elkaar heen te kletsen? Nou, het zou wel eens kunnen dat er helemaal niemand zit te kletsen. Ik vier heel vaak mijn verjaardag niet. En ik heb dit jaar nog niet besloten wat ik ga doen. Is dat omdat je beseft dat je een tijdloze bent? Of... Nee, het is een beetje een mengeling tussen luiheid en introversie. Dat ik denk, ja, dan moet ik wel allemaal boodschappen doen en een hele dag praten. En, dus misschien ga ik wel gewoon met mijn partner uit eten of zo. Ik heb trouwens op mijn verjaardag, ben op een donderdag jarig en heb ik overdag gewoon klanten. Dus ik weet het nog niet. Misschien dat weekend iets leuks met de familie. Ja. Nog even over de introversie. Die naam, of dat woord heb je een paar keer laten vallen. De naam Jung kwam daar straks nog even omhoog. Ja. Wat heb je van... We hebben het over Carl Gustav Jung. Ja. Wat heeft hij jou geleerd? Nou, ik heb lang gedacht dat introversie hetzelfde was als verlegenheid. En omdat ik een beetje uit mijn jeugd had begrepen van... Het is niet de bedoeling dat je verlegen bent... had ik ook het idee dat het niet goed was om introvert te zijn. En een beetje ook inhakend op wat ik straks zei... Hè, over meer mannelijke, meer vrouwelijke waarden. Niet om te zeggen dat vrouwen per definitie introvert zijn... maar introversie hoort wel meer bij die yin-kwaliteiten. Hè? En ik dacht dus dat dat fout was. En het was zelfs zo dat als ik persoonlijkheidstestjes deed... dat ik ze altijd zo manipuleerde dat eruit kwam dat ik extravert was. Oh. Wat gewoon niet zo is. En pas toen ik... in opleiding was tot counselor en heel veel colleges over Jung, Carl Gustav Jung kreeg. Wat hij me geleerd heeft, is dat introversie en extraversie eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, verschillende energetische bedrading is, als het ware. Dus een introvert persoon is meer op haar binnenwereld gericht. En dus ik ben ook altijd meer iemand die eerst waarneemt, die eerst observeert en dan pas met een reactie komt. En ik raak ook op een gegeven moment vermoeid als ik te lang op de buitenwereld gericht moet zijn. En dan laat ik op door weer alleen te zijn. Extraverten hebben dat precies andersom. Die raken heel gefrustreerd als ze te lang alleen zijn, te lang geen prikkels hebben. En die raken geïnspireerd door de interactie. En die komen ook tot ideeën door interactie. Dus die zullen heel snel zijn met iets te zeggen wat half af is. Maar juist door het contact komen ze tot een inzicht. Terwijl, maar ik kom absoluut niet naar buiten als ik het nog niet weet. Maar eerst, weet je, processen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het verschil. Is zo'n interview dan niet heel vermoeiend voor jou? Want daar zit ik constant op je lip. Ja. Om van alles te vragen. Nou ja, dus dan, maar ik. Nu kan ik praten over iets wat me enorm interesseert. En het is alleen maar met jou, weet je wel. Dus als straks mensen gaan kijken, hartstikke leuk. Maar die zijn er nu niet. Dus daar heb ik geen last van. En het kan best zijn hoor dat ik vanavond wel heel moe ben. Want ik moet straks ook nog lesgeven. Ja. Maar nu op dit moment voel ik me alleen maar geïnspireerd. Ja. Nou, gelukkig. Wil je niet leegzuigen op dat gebied? Even kijken, hoe lang hebben we nog? Oh, we hebben nog zo'n kleine 10 minuutjes. Nog even naar die
Live Your Soul Purpose. Mm. Hoe weet ik dat ik mijn zielskwaliteit, om het maar even zo te noemen, tentoon uitspreiden ben? Word ik er dan niet moe van? Of geeft het energie? Hoe proef ik dat? Word je er dan niet moe van? Dat weet ik niet. De makkelijkste graadmeter eigenlijk is, word je er blij van? En dus als je werk doet of in gezelschap bent of een boek leest waarvan je eigenlijk merkt van het zuigt mijn energie en hoe lang moet ik dit nog doen, dan ben je eigenlijk niet dan heb je niet contact met ja, wat ik dan de ziel noem. Ik blijf toch natuurlijk een protestant meisje. Wat die ziel voedt, zeg maar, of wat die ziel het liefst tot uitdrukking wil brengen in dit leven. En ik denk dat maar er zijn een aantal zielskwaliteiten die volgens mij universeel zijn. Dus zoals de behoefte aan verbinding en de behoefte aan van betekenis zijn. Dat zijn waarden die we allemaal delen. De manier waarop, die is uniek voor jou. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat er maar één manier is waarop jij dat kan doen. Als je naar je eigen loopbaan kijkt, dan zijn er, nou, kan je daar van verschillende fases in zien. En dat wil niet zeggen dat je ergens in die fase niet je zielskwaliteiten leefde en nu wel. Ze veranderen dus ook. Nou ja, ik denk dat je er wel een rode draad in kan zien. Mm. En dat je steeds naarmate je jezelf... En dat is eigenlijk waar ik op coach, hoor. Niet zozeer om mensen te vertellen, want dit is jouw zielskwaliteit. Maar meer om jezelf te bevrijden van allerlei ballast die dat afdekt. Of die maken dat je het niet durft. Of denkt dat dat niet mag of niet kan enzovoort. Dus overtuigingen. Ja. Ja. Die eventueel ook vroeger aangepraat kunnen zijn. Maar jij kan dat toch niet. Of... Meestal, ja. 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 Moet je wel durven, hè? Ja, ja, en dat durven, dat gaat eigenlijk over eigenlijk precies wat je zegt. Het je bevrijden van overtuigingen. Van dat het niet mag en dat je niet goed genoeg bent. Of dat je neergesabeld zult worden. Of dat je daardoor mensen kwijtraakt. Dus het gaat ook heel erg over spiritualiteit. Hè? Dus contact maken met een bron van vertrouwen die niet buiten jezelf ligt. Ja. Zullen we de laatste paar minuten nog gebruiken om wat reclame te maken voor al jouw projecten? Ik vind het goed. Er zijn vrolijke, licht spirituele zelfhulpboeken van jou. Mm-hmm. Hè? De eerste was Eenvoudig Gelukkig. Ja. Toen kwam Eenvoudig Mindful. Mm-hmm. 2011, Eenvoudig Spiritueel. En toen kwam Meer Rust in Je Hoofd, wat dan weer een remake was van Eenvoudig Gelukkig. Klopt. Dus je meest recente boek misschien, het is nog steeds verkrijgbaar. Kun je het misschien eventjes aan de zal kijkers laten zien? Zal ik het even ophouden? Nou ja. Dit is hem. Ik vind de kaft zo leuk. Ja. Ik heb hem net gekregen van je, dus ik ben er blij mee. Ja. En het boek ziet er aan de binnenkant ook heel gezellig Maak uit. Maak hem even open, ja. Ja, het is, het is niet heel zwaar kost. Nee, hè? Dat was ook precies mijn bedoeling. Ik heb de eerste uitgave, Eenvoudig Gelukkig, hadden we toen in overleg met de uitgever echt voor vrouwen geschreven. Dus dat was een roze boek met foto's van vrouwen, voorbeelden over vrouwen. En deze is genderneutraal. Hmm. Maar mijn intentie is altijd geweest om luchtig en eenvoudig te schrijven. Want je hoofd zit al vol genoeg. En ik ben er altijd voor om dingen zo eenvoudig mogelijk te maken. En niet ingewikkelder dan nodig. Dus ik wilde ook graag dat het boek, als je het open doet, dat je denkt, oh, oké, dat is goed te doen. Ja. En nou, je leest een stukje en dan heb je een inzichtje en leg je het weer even weg. En zo is het bedoeld. Oh, je wil. Misschien kun je er iets leuks in schrijven. Ik ga er iets leuks in schrijven. Doen we dat op camera? Ja, dan vertel ik in de tussentijd dat dit gesprek zowel in video als audio beschikbaar is. In audio via luchtigleven.nl. En dat is iTunes, de podcast, en video op YouTube. De website van Karin is karinbosveld.com. Want als je naar .nl gaat, dan kom je op een hele oudbollige website met schilderijtjes of zo. Hè? Ja, dat ben ik niet hoor. Nee, dat ben jij niet. Karin is meditatieleraar, mindfulness trainer en coach voor introverte professionals. En die staat ook Meer Rust in Je Hoofd, dankjewel.
ik ga het straks lezen, is een standaardwerk geworden. Dus er zijn er behoorlijk wat van verkocht dan. Ja, volgens mij is het goed verkocht, ja. Het loopt er ook nog steeds. Het wordt ook nog steeds herdrukt. Ja, het is, ik denk dat de titel heel erg helpt. Ja. Dat mensen denken, oh ja, dat wil ik wel. Dat dit wil iedereen. En iedereen herkent meteen. Er staan ook oefeningen in? Ja, ja, ja. Ja. En er zit geen audio bij, maar als mensen toch graag ook korte meditaties willen, kunnen ze me altijd even een mailtje sturen. En dan krijgen ze een linkje naar mijn SoundCloud of... Ik heb ook altijd wel leuke oefeningetjes. Leuk. En er zijn nog 3 inspirerende gesprekken te vinden van jou met Koen Buchter. Ja. Hoe ik jou ook op het spoor kwam. Ja. Oké, Karen, dankjewel. Ja, ook bedankt. En alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel.